technology, technieken, technologieën. Daar gaan we het over hebben. Stel je gaat op vakantie naar het strand en je wil niet je grote camera mee met een externe microfoon dat tegen de wind beschermt, maar een kleine camera. En als je hiermee filmt met heel veel wind, is dit wat je hoort. En zo'n kleine camera kan niet de wind zo ver weg filteren dan dat je een externe microfoon gebruikt met een deadcat hoesje erop. Zo'n fluffy hoesje. Of windscreen of windscherm of wat je, hoe je het ook noemt. Dus er zijn wel verschillende dingen wat je kan doen. Je kan je geen externe microfoon op inpluggen helaas. Je kan een windscreen of een windmuff voor op de microfoon kopen, maar het is natuurlijk veel leuker om zelf te maken. En daarvoor heb je nodig zelfklevend klittenband, een fluffy stofje. Ik heb dit gewoon bij de stoffenhandel gekocht. Minimaal 25 centimeter afnemen, vandaar dat het zo'n lap is. Maar je kan natuurlijk ook oude handschoenen gebruiken, een oude nepbonte muts of alles wat je maar in huis hebt. En je hebt eigenlijk een heel klein stukje nodig. Een schaar is handig. Iets om te meten. En eventueel een pen en een papiertje om de maten op te schrijven. En lucifers of een aansteker zo om de randen van je stofje weg te branden zodat het niet gaat rafelen. Dit is de camera waar het mij om gaat. Aan de bovenkant vind je de stereo microfoon. Links en rechts zit een gaatje. Dus je kan niet een heel klein eromheen doen, want dan dicht je de twee gaatjes. Dus je moet er echt precies omheen de klittenband bevestigen. Daar en daar. We gaan het eerst opmeten. 2,85. 2 mm. Bij 2,5. 5 mm. Mijn klittenband is 2 cm breed. Ik heb een stukje afgeknipt van 2,5 cm. Nu kunnen we dit natuurlijk er gewoon op plakken. En dan een stofje erop. Maar we moeten een opening maken zodat we het om de microfoons heen doen. Zodat het niet straks helemaal niks meer horen. En dat gaan we nu doen. Ik zie dat mijn klittenband net iets te breed is. Dus ik ga de randjes afknippen. Zo past die precies. Je wil het gat zo klein mogelijk. Dan heb je een grote oppervlakte waaraan je windscherm kan plakken. Ik denk dat ik ga voor 1,5 centimeter breed. En aan deze zijde heb ik maar een heel klein stukje waar ik de klittenband kan plakken. Want hier heb je de flitser en die wil ik wel niet dat ik die gebruik. Maar als ik die wil gebruiken, dan wil ik dat kunnen doen. Dus ik heb hier maar een heel klein stukje om te plakken. Dus daar hou ik rekening mee. 2 mm vanaf de kant. Ik maak het 5 mm breed en 1,9 cm lang. Zo zou het moeten passen. En dit gedeelte ga ik nu uitsnijden. Dus een Stanley mes is ook handig. Oké, ik heb het stukje eruit. En dit is hoe het eruit ziet. En zo kan het erop. Ik zie nog wel dat daar een heel klein stukje, aan deze kant nog een klein stukje af moet. Zo past hij precies erover. En nu ga ik hem vastplakken. Helemaal goed. Ik heb gekozen om het zachte gedeelte van de klittenband in plaats van het harde gedeelte te doen.
om, als je bijvoorbeeld niet de windscherm wil gebruiken, dan kan je hem er gewoon afhalen en heb je hier niet zo'n ruw randje. Plus aan dit gedeelte, de ruwe, daar blijft ook alles hangen. Dus dat is heel irritant. Dus het zachtere gedeelte doe ik op mijn camera. En dit gedeelte, het maakt niet zoveel uit hoe groot het eigenlijk is, als hij maar gewoon hierop komt. Dus dit hoef je niet per se helemaal perfect op formaat te knippen. Het komt gewoon hierop. Als je maar niet het onderste klittenband op de microfoons plakt, want dan hoor je niks meer. Hier heb ik een stukje fluffy stofje. En ik ga een stuk van 2,5 bij 2 centimeter afknippen. Oh, het haart echt enorm uit. En ik wil niet dat het verder gaat. Dus ik ga de zijkantjes branden. En nu plak ik het andere gedeelte van de klittenband hier weer op. Dit is je windscherm. Nu de andere. En plak je hem hierop. Tadaa! Nu heeft hij een leuk kuifje. Het is alleen zo, als je een camera hebt met een flipschermpje, dan zie je jezelf minder goed in beeld. Maar je kan het ook nog bijknippen. Of als je niet buiten bent, kan je natuurlijk gewoon er weer afhalen en dan gebruik je hem gewoon zonder. Dat is het handige van een klittenband. En dat is hem dan. Je eigen gemaakte windscherm voor je camera. Die je er ook nog eens af kan doen als je het niet meer wil. Nu gaan we hem nog even testen. Eerst zonder windscherm. En nu met windscherm. Je zal altijd houden dat je in een weet dat je in een winderige omgeving staat, maar het is veel bedompter en niet zo schel door je opnames heen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en tot de volgende keer.